Leroy Fer, die heeft in het begin van het seizoen, zat hij naast me. Hij kon een transfer maken naar Turkije toe. En hij twijfelde, zei hij tegen mij, want hij zegt, ik heb echt het gevoel dat er van dit jaar iets heel moois kan gaan gebeuren. Achteraf gezien heeft hij daar wel gelijk in. Brian Linssen, konnichiwa. Sorry? Konnichiwa. Ja, konnichiwa. Je Japans is al goed? Nee, totaal niet. Alleen dat zegt iedereen tegen mij, dus dat zal wel hallo zijn. Moet je dat bij gaan schaven de komende tijd? Of, Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Ja, ik heb wel contact gehad. Laatste week, denk ik. Een paar keer. Alleen, ik heb nu weer gezegd, ik wil nu helemaal niks meer horen. Nu zitten we volledig in de focus van de finale. En nu hoef ik ook echt oprecht helemaal niks te horen de komende week. Want er komt een hele belangrijke wedstrijd aan voor ons als spelers, als individuen, maar ook zeker voor de club. Dus geen tijd voor randzaken. Maar waarom zou wel een buitenlands avontuur, een Japans avontuur mooi zijn voor je? Nou, ik heb altijd wel de ambitie gehad om een keer naar het buitenland te gaan. Mits het goed zou zijn. Nou ja, iedereen wil natuurlijk naar Spanje, Italië, noem op. Alleen op een gegeven moment dan moet je ook realistisch zijn en weet je dat er niet in zal zitten. Of je komt misschien bij een club die onderin gaat spelen in zo'n competitie. Nou, wil je dat? Ja, dan moet je dan afvragen. En dat geldt voor mij nu niet meer. Ik zie dat niet meer zo zitten. Dus dan gaan we wat anders kijken. En ja, dat zou interessant kunnen zijn. Dat zou mooi kunnen zijn. Ook een heel gaaf avontuur, denk ik. Alleen, of het echt gaat rondkomen en of we uiteindelijk allemaal op dezelfde lijn zullen zitten. Dat weet ik oprecht nu nog niet. En dat zal ik de komende week ook niet weten. Want ik ga de komende week helemaal niks daarvan horen. Maar je staat nog 2 jaar bij Feyenoord onder contract. Zou het gewoon kunnen dat je bij Feyenoord blijft? Dat zou zeker kunnen, ja. Ja, als je toch de optelsom maakt, je hebt een geweldige carrière gemaakt. Je hebt nu laten zien dat je bij een topclub mee kan. Je wilde altijd een buitenlands avontuur. Als je op 31-jarige leeftijd met het winnen van de Conference League afscheid kan nemen. En de criticus is toch de mond in Nederland hebt gesnoerd. Is het misschien ook een mooi moment? Nou ja, dat is ook zo. Ik denk dat ik een mooie carrière heb gehad. Als ik hier een prijs kan winnen met Feyenoord, een Europese prijs. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. De criticus is de mond snoeren. Ik denk dat ik dat dit jaar wel heb gedaan. En eigenlijk, wat hun verder, die zullen toch altijd wel wat te zeuren hebben. Dus daar trek ik me niet meer zo heel veel van aan. Hoe is het met jouw cupkoorts? Nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Eigenlijk totaal niet. Ik vind het allemaal eigenlijk wel, ik heb vanmorgen met mijn broer over, wel heel erg vet. Je merkt nu wel, alles is gericht op één wedstrijd. Je bent al bezig met de beelden kijken. Je bent bezig met het voorbereiden. Hoe ga je het zo goed mogelijk die wedstrijd in? Alles innemen, over nadenken, bezig zijn met een wedstrijd die pas over een week is. Normaal gaat het iets anders. Maar die hele spanning ook hier naartoe komen voor één wedstrijd. Er wordt over niks anders gepraat dan die wedstrijd. Ja, het is wel echt super vet om mee te maken. De koorts naar die wedstrijd toe is bij mij niet zo echt het goede woord. Ik heb daar gewoon heel veel zin in. En dat is een wedstrijd die ik maar één keer in mijn leven zal gaan spelen. Dus ik ga ervan genieten en ik ga er alles aan doen om die wedstrijd samen met mijn teamgenoten te winnen. En dan weten we niet of je natuurlijk minuten gaat maken. Kans is wel groot, alleen als basisspeler. Dat lijkt niet het geval te zijn, omdat de basis bij Arne Slot wel de baas heeft het net zoals in de eerste seizoenshelft. En daarna ook nog hadden we een vaste elf. En als dat goed draait, dan draait dat goed. En is er geen reden om te wisselen. Dus daar zul je mij ook nooit over horen. Cyril doet het goed. Ik word de laatste tijd niet alleen ingezet in de spits, maar eigenlijk op bijna alle posities. Een beetje de joker geworden. En de kans dat ik minuten ga maken, die acht ik wel aanwezig of groot. En ik zal in ieder geval volstaan voor het team. Wat is dit jaar in jouw optiek het moment geweest dat jij echt achter de plannen van Slot stond, maar in ieder geval erin ging geloven dat er misschien wel eens een prijs gepakt zou kunnen worden met dit team? Eigenlijk was dat wel al vrij vroeg.
Ja, eigenlijk al heel erg vroeg in het seizoen dat wij merkten in het veld dat wij toch over bepaalde teams heen walsten alsof ze er niet waren. Dat je heel vroeg in de wedstrijd met 3-0 voorkwam en dat de wedstrijd eigenlijk al was gelopen. Ja, en dan is het soms zaak dat je eigenlijk wil doordrukken, maar dat het toch, ja, dat het toch even niet lukt. Uiteindelijk wordt het dan maar 4-0 of 5-0. Maar dat was wel het moment dat ik dacht van ja, je zit wel heel erg veel in de groep en wij kunnen er heel veel gaan uithalen. En of dat dan, ja, niemand zou van tevoren gezegd hebben, die gaan in die finale spelen van een Europees toernooi. Maar ja, dat er wel wat moois kon ontstaan dit jaar, ja, dat was voor mij wel duidelijk. En ik moet eerlijk zeggen, Leroy Fer, die heeft in het begin van het seizoen, zat hij naast me. Hij kon een transfer maken naar Turkije toe. En hij twijfelde, zei hij tegen mij, want hij zegt, ik heb echt het gevoel dat er van dit jaar iets heel moois kan gebeuren. Achteraf gezien heeft hij daar wel gelijk in. Ja, het is wel een fase waarin jullie nog de nauwe nood van Drita wisten te winnen. Want dat was achteraf misschien wel jullie moeilijkste Europese wedstrijd. Ja, het moeilijkste denk ik niet. We hebben vooral het onszelf heel erg moeilijk gemaakt. Maar ja, dat was inderdaad wel kantje boord. Wat is je Europese hoogtepunt dit jaar voor jou geweest? Europese hoogtepunt. De wedstrijden, de groepsfase wedstrijden, die waren wel, ja, die thuiswedstrijden waren wel heel erg vet. En die scoorden ik ook tegen Slavia en Union Berlin. En dat waren belangrijke doelpunten. En als je dan in dat stadion bent en je voelt die sfeer. En dan ook tegen Slavia Praag thuis in de knock-out fase en Marseille. Weet je, ik weet niet, dat zijn gewoon allemaal hoogtepunten. Dat zijn gewoon zo'n vette momenten, die zal je nooit meer vergeten. Jij geniet er volgens mij ook op dat moment van. Ik hoor vaak spelers achteraf, zelfs die jongens die de UEFA Cup hebben gewonnen in 2002, dat ze op dat moment in een soort roes zaten, eigenlijk nooit konden genieten, pas later van heel veel dingen genoten. Nee, maar dat heb ik ook wel. Dat je op dat moment vaak niet helemaal beseft wat je overkomt. Maar ik ben wel iemand die wel vrij losjes erin staat. Die ook tot net voor de wedstrijd best wel relaxed is en dingen zie en meemaak. Alleen de echte dingen, zoals als je in de tunnel klaar staat om naar buiten te gaan, dan krijg je als speler helemaal niet mee wat er buiten gebeurt. En dat krijg je op de tribune wel mee. En dat zijn dingen, dat wel jammer is. Als je dan naar de beelden ziet, dan denk je, wow, jezus, wat vet. Maar dat heb je zelf nooit gezien. Je hebt ongetwijfeld toch al de laatste dagen gedroomd. Hoe ziet het ideale scenario eruit op 25 mei voor jou? Hoe maakt het mij niet zoveel uit als we de wedstrijd maar winnen? Maar jij wil voor jezelf ook een hoofdrol zien. Ja, tuurlijk. Het liefste wil je een hoofdrol en wil je winnen en wil je denk ik met die beker weglopen. Maar als ik geen hoofdrol heb, dan vind ik het ook allemaal wel best. Als ik die beker maar vast kan houden. De tegenstander, AS Roma. Ja. Jullie hebben je ook al voorbereid op die wedstrijd. Hoe zie jij die tegenstander? Wie is eigenlijk de favoriet? De favoriet weet ik niet. Wie de favoriet is. AS Roma is wel een hele grote tegenstander. Goede spelers, grote namen er wel in staan. Die toch wel bij aardige clubs hebben gespeeld. Natuurlijk een trainer die iedereen kent. Die de beste spelers onder zijn hoede heeft gehad van de wereld. En we kennen ook de finales wat Mourinho heeft gespeeld. Dus die zal ze op een top voorbereiden voor deze wedstrijd. Het zal niet anders zijn dan andere finales. En ja, wie dan de favoriet is, dat weet ik niet. Maar ja, dat AS Roma wel een hele sterke tegenstander is voor ons, dat is wel duidelijk. Ja. De trainer Arne Slot, ja, die staat gelijk al in de eerste Feyenoordjaar, dus in een Europese finale. Kan jij zit dicht erbij, je zit in die groep, toch uitleggen, is het een toptrainer en wat zijn zijn specifieke kwaliteiten? Ja, Arne is echt een hele goede trainer. En hij bewijst dat voor mij, niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. Hoe hij is als persoon. Hoe hij ook nu met Jens en mij bijvoorbeeld omgaat, ook al spelen we niet. Hoe hij met ons bezig is, hoe hij met ons praat, hoe hij ons overal bij betrekt. Dat geeft ook wel aan hoe hij is als persoon. En op veld, ook met beelden. Heel erg goed in tactische dingen, van beelden omzetten naar het veld toe. Hoe kan je dat trainbaar maken? Hoe kan hij duidelijk zijn om dat
die momenten na te bootsen op training, wat er in een wedstrijd kunnen gebeuren, waar daar de ruimtes gaan vallen van wat de tegenstander laat. En ja, daar is hij heel erg sterk in. Hij heeft ongetwijfeld ook minpunten. Volgens mij kan hij op trainingen niet echt fluiten. Nee, nee. Af en toe maakt hij onbegrijpelijke beslissingen, ja. Maar ik loop nu al heel lang mee. Ik heb nog geen trainer gehad die begrijpelijke beslissingen neemt. Dus deze waren ook onbegrijpelijk vandaag. Ja, hoe gaan de komende dagen er voor jou uitzien? Ben je bijgelovig in de aanloop toch naar zo'n finale? Hoe gaan jouw dagen eruit zien? Nou, eigenlijk hier gaan ze wel heel relaxed uitzien, denk ik. We trainen, we hebben nu mediadag. Daarna ga ik dadelijk met Jens, denk ik, eventjes op het balkon zitten. En verder wordt er niet veel gedaan. En ik ben niet echt heel erg bijgelovig in dat opzicht van wat ik nu moet gaan doen. Ik heb ook nog nooit een finale gespeeld. Dus ik zou niet weten wat ik zou moeten doen nu. Maar nee, joh, ik probeer gewoon mezelf te zijn de hele week tot aan de wedstrijd. En ook daarna weer precies hetzelfde. Gewoon doen, je ding doen wat ik altijd doe met Mini. Geniet ervan. Gaat zeker goed komen. Dank je.